Hallo kijkers, Fulltime Machine 90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Beta Beacon. Vandaag gaan we eindelijk deze mineshaft eens even verder onderzoeken. En ik hoor allemaal zombies en dat is niet positief. En dan stel ik eigenlijk de vraag nu op dit moment. Wanneer zijn zombies wel positief? Als jullie daar een antwoord op weten, zet het dan even in de comments neer. Want ik kan wel een reden bedenken waar zombies handig voor zijn. Ik wil alleen graag weten of jullie een reden kunnen bedenken. Of misschien met een andere reden aankomen waar ik nog niet aan had gedacht. En waarom ik nu deze vraag stel, ben gewoon jullie. Oké, in ieder geval. Oké, dat gaat allemaal goed. We hebben veel iron, 7. Dit kan dicht worden gegooid. Oké, en nu dit. En nu komt allereerst de zombie parade. De zombie parade. Zo. Jongens, de wereldechte eerste zombie parade. Oh, die zombie vlucht van mij. Ook goed. Ook al heb ik nog nooit echt een vluchtende zombie gezien. Dat maakt niet zoveel uit. Oké. Wat gaan we allereerst ontdekken? Nou, allereerst gaan we dit even doen. Dan gaan we hier een faculty plaatsen. En bam. Ik vind het wel een leuk idee. Om dit even te gaan ontdekken. Want ik ben wel eens even benieuwd wat dit even eigenlijk is. Wat is dit? Ja, iron. Hè? Wat is dit voor tunnel? Hey. Hier ben ik nog nooit geweest. Heel leuk, maar hoe hadden we in deze tunnel moeten komen? Niet of wel? Ik verdwaal hier een beetje nu op dit moment. Beetje gevaarlijk, maar oké, even serieus. Hoe hadden we in deze tunnel moeten komen? Alleen door dat? Het kan op zich wel. Ik zou het niet vreemd vinden. Oké. Zo. Oké. En dan dat daar plaatsen. Gewoon voor de veiligheid, jongens. Ik doe dit ook alleen maar voor de veiligheid. Wat hoorde ik nou net? Ah, zombie. Oké, in ieder geval gooien we dit dicht. Eventjes, tijdelijk. En wat zit hier allemaal in? Even de normal stuff. Maar even terug naar die hele grote kamer. Of nou ja, in ieder geval, we moeten hier toch terugkomen. Bij deze kamer. Dus ik zet hier even een kist neer. Met stuff. Minecart. Even kijken, wat kan hier allemaal nog meer in? Pumpkin seeds. Coal. Iron. Lapis. Diamond. Rails. En iron zelf? Mag er ook in. Oké, want dan, ik bedoel, als we dan doodgaan, dan kunnen we dat alsnog ophalen. En ik moet even de diamonds in veiligheid stellen. Oké. Allereerst hierboven. Wat is dit? Wat is dit? Een paar gravel die naar beneden zijn gevallen. Oké. Dit moet ook even verlicht.
En dit verlichten we ook even. Hop, 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 hop. Iron. Ik wil lava stoppen. Oh, daar ging ik bij de lava heen. Dan is het donker hier. Nou, dan zetten we een fakkel neer. Allemaal heel mooi en aardig. En we hebben de iron. De kool, moet ik die mee? Waarom niet? Waarom niet? Ik krijg hier levels voor. Ik vind het wel leuk om wat levels te krijgen. Kunnen we nog meer enchanten? Helpt het die XP trouwens ook echt? Of blijft het XP nu een beetje stilstaan? Want ik heb het idee dat het niet echt superveel helpt, het XP van kool. Volgens mij in de eerste 20 levels helpt het echt enorm. Als je even kool gaat hakken is echt een van de snelste manieren in het begin om levels te krijgen. Omdat kool heel veel bij elkaar zit. Later is farmen echt wel een manier voor XP'er. Voor XP krijgen. Of je eigen XP farm als je die hebt of gaat maken. Is dat wel een manier. Maar bijvoorbeeld ook een... hoe heet dat? Redstone. Dat is op zich ook best een mooie manier om XP te krijgen. Nou, god, oh god, wat is dit echt wel veel kool. Sinds wanneer kan zoveel kool bij elkaar zitten? Het is een hele koolader hier. Oké. Hop. Oké. Dichtzetten, dichtzetten, dichtzetten. Allereerst dit even ontdekken. Niks. Dit ontdekken. Hier ben ik geweest. Hier moet ik geweest zijn. Hier ben ik geweest. Sowieso. Maar hoe heb ik dat andere niet kunnen zien dan? Misschien heb ik toen niet goed uitgekeken. En dit? Is dit echt heel speciaal? Ja, dit is heel speciaal. En hoe ver gaat dit nog naar beneden? Dat was het zo'n beetje. Oké. Nou, dan gaan we een beetje cool hakken. Op welke hoogte zitten we trouwens? 18. Te hoog voor diamonds. Maar dat maakt even niet uit. We zitten nu even deze mineshaft te bekijken. Wat trouwens bijna helemaal compleet is. Het is wel echt een heel klein stukje mineshaft. Volgens mij nog twee gangen. Uiteindelijk, waar je uit mag kiezen. Oké, nou, dit is een beetje doodlopend. Ja, wel cool. Weet je, ik neem het toch mee. Want later heb je het echt nodig. En dan moet ik er echt naar gaan zoeken. Ik zou niet weten waarvoor ik kool nog echt nodig heb. Want ik ga niet echt veel dingen meer smelten. Maar. Als ik heel veel iron ore vind. Dan heb ik misschien wel meer. Dan mijn 64 iron blocks nodig. Je weet maar nooit. Misschien vind ik echt. 3 stacks iron ore. Dan zou het alsnog kunnen. Misschien vind ik echt 72 stacks iron ore. Nou, dan ga ik echt niet meer op zoek naar iron. Dus in dat soort gevallen... Nee. Eigenlijk heb ik kool niet echt meer nodig. Want eigenlijk heb ik al veel te veel kool. Maar ja, ik neem het wel mee. Voor de levels. Ook al heb ik al heel veel levels. Maakt me niet uit. Maakt me gewoon niet uit. Oh, blij dat ik even naar mijn ammo kon switchen. Hoppakee. En weer een zombie. Hallo hé. Ik schrok wel even van jou, Mr. Zombie. Ik heb even wat meer steen nodig. Steen. Shit. Nog meer steen nodig.
Een hele bovenverdieping zit daar. Kom op. 1 of 2 steen nog. Kijk, en dan kan hier een fakkel. En hier kan een fakkel. Kijk. Fakkel houden. Dan kunnen we hier naar rechts. En ik zie meteen iron. Dat is goed nieuws, want we hebben iron nodig. En ik hoor endermens, dat betekent open plek. In ieder geval een grote plek hier ergens in de buurt. Oké, nou, nog meer iron. Voor de mensen die dit trouwens niet interessant vinden, spijt me dat heel erg, maar... Sommige mensen vragen ook, kan je dit niet eruit halen of... Nee, want dit hoort toch echt bij survival. Als jullie zelf survivalen, zouden jullie dit ook niet eruit kunnen halen. En PS, ik zou dit ook niet skippen, want ik vind het gewoon echt het leukste van Minecraft. Na reizen vind ik toch echt mijnen het leukste van Minecraft. Oké. Oké, dit wordt weer wat. Ja, dit gaat echt weer wat worden. Ik kan het ook. De spin past daar heel simpel tussen. Dat weet ik wel, ja. Is dit die bovenverdieping? Zou best kunnen. Zou best kunnen, dit is gewoon die bovenverdieping. Oké. Het gaat hier naar daar. Oh, ik kom recht in de handen van de zombie, dat leuk. Die zombie wil mij gewoon heel graag knuffelen. En dat begrijp ik op zich best ook wel, hè. Want zombies zijn gewoon hele lieve beestjes. Hele lieve monsters. Ze zijn niet eng. Ik vind ze tenminste niet... Oh, niet eng. Ik schrok me dood. Op dat gebied, ja. Als zombies zo komen, zijn ze eng. Maar verder zijn zombies niet echt eng. Of het komt dat ik gewoon te veel spellen speel met zombies, dat ik dit niet meer eng vind. Mensen die heel weinig van dit soort spellen spelen, waar zombies in voorkomen. Ja, die vinden het toch wel eng. Dat kan ik best geloven. Oké, in ieder geval, deze kan nog ontdekken. Oké, dat ziet er mooi uit. Beetje rails. 2 skeletons. Oké. De bones hoef ik niet. Maar de rails, maar al te graag. En op zich, die kool is ook niet verkeerd. Geef maar. Geef maar mee. Geef maar mee. Geef maar mee. Geef maar mee. Geweldig, dit gewoon. Oké, hop. 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 Ik ga wel binnenkort weer eventjes richting huis aan. Maar ik bedoel, je moet toch eventjes een plan van aanpak maken. Want alleen in die mineshaft blijven zitten, ik weet niet of het een goede aanpak is. In het begin zeker wel. Maar wat daarna? Oké, dit is niks. Dit ook niks. Dit. Is dit wat?
Hè? Wat doe ik hier? Oh, tuurlijk. Oké. Dan mag ik dit afzetten. Want hier is niks. En deze kant op dan. Geef maar mee. Geef maar mee. Oké. In ieder geval. Kijk eens. Wat daar is. Gaan jullie de volgende keer zien. In ieder geval. Ik ga vandaag nog even dat kool hakken. Want ik heb dat kool echt nodig. En ik ga even een fakkeltje hier zetten. En dan ga ik de aflevering afsluiten. Hopelijk de volgende keer. Hebben we de één na laatste gang ontdekt. Helemaal. En die keer daarna hopelijk de volledige gang. En dan kunnen we weer mooi richting huis aan. Want we hebben één diamond. Dat betekent nog maar één diamond te gaan voor schoenen. En daarna nog maar, even kijken. 7 plus 8. Dat is 15 diamonds dan nog maar. Valt hartstikke mee. Niet te veel, niet te weinig. In ieder geval. Kijk eens, ga ik tegen jullie zeggen. Kijk eens even een duimpje omhoog. Help je mij mee, help de kanaal mee. Abonneer als jullie het nog niet zijn geabonneerd. En dan zie ik jullie morgen weer terug. Bij een nieuwe aflevering van Minecraft Way to the Beacon. Voor nu heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is, doei!